Welkom mensen van het Gameportaal. Ik ben Björn en ik ben samen met Dave. Waar is Dave? Wat doe je hier op de tree? Niet over de kropslopen! Oh mijn god! Wat is jouw probleem? Nee, niet doen. Dave, ik zweer. Dat maakt niet uit als je dat gebukt doet. Kijk, spring er maar eens op. Dan gaat het wel komen. Als je dat slaat. Holy shit, ik had je echt de stoot verkocht. Maar goed, mensen, we zijn weer terug in Skygrid. En vorige week hebben jullie een hele mooie rage. Webcam! Ik heb een hele mooie Samsung TV, laten we het daarop houden. ik was dus ergens loken ver. En toen was ik de weg kwijtgeraakt. Toen wilde ik eigenlijk terug. En toen was er een klein probleempje. Toen heb ik een beetje mezelf laten gaan. Maar niet gedurfd, want alle spullen die ik niet gedurfd, want alle spullen die ik heb gevonden toen, heb ik even teruggekeken en die heb ik in mijn inventory gezet. Tenminste, de meeste, de belangrijkste. Als ik je nou er vanaf sla, moet je dan shit, Dave, dan stop ik direct hè, met de opnames. Is echt klaar dan, als jij dat had gedaan. Nee, ik heb een paar dingen heb ik even gepakt. Belangrijke dingen, chickens en pigs en zo, weet je. Dat zijn echt van die dingetjes, waar die eggs heb ik eigenlijk grotendeels teruggepakt. En die grasspots, wat ik eigenlijk ook wel zonder had kunnen doen. Die diamond helmet, et cetera, et cetera. Het stelt allemaal niet zo heel erg veel voor, maar het kan het leven hier net wat makkelijker maken. En ondertussen zijn die meloenen voor mij. Want ik moet alweer wat eten. Dave, wat gaan we doen? Ik wil de... Oké. Waar heb je die grass blocks gedaan? Ja. Ik ben een beetje aan het... Ja, ik zie het. Ja, maar die grassbox. Holy shit. Nou, pak ze toch? Damn. Oké, hoeveel dirt hebben we? Gewoon normaal dirt, zeg maar. Nee, helemaal niks. Hebben we allemaal daar neergezet. Echt? Allemaal hier. Ja, en de rest. Oké, dat komt. Nou ja, weet je wat? Heb of ik meegenomen toen zullen ik het. Zullen we hier, dit dan uitbouwen, zeg maar? Ja, maar, dat is af. Zo. Dan kunnen we die crops die daar zitten, kunnen we. Nou ja, ik zou niet op deze plek crops gaan plaatsen. Dat zou ik op normaal gras gaan doen. Snap je wat ik bedoel? Of niet op normaal gras op dirt, zeg maar. Ja, ik snap. Want anders is het een beetje zonde. En we hebben een boom, dus die ga ik even hakken. Heb ik tools? Nee, ik heb geen tools. Ah ja, doe gewoon zonder tools. Real man, do it with hand. Nee, maar ik maak even snel een iron tool. Een iron axe. Oké, en dan gaan we even deze netjes hakken. Zo, en hopelijk krijgen we nog meer saplings uit. Dan kunnen we wat meer. Zo, hartstikke leuk, hartstikke goed. Dave? Kun jij even hieronder, zeg maar, de dirt gaan opvangen wat hier gaat vallen? Ik kom zo snel mogelijk. Waar ben je? Nee, toe. Oh, je bent helemaal daar. Ergens hieronder. Doe je helemaal daar? Oh mijn god. Nou, ik zag die niet. Even kijken, die moet ik even dumpen. En dan wil ik eigenlijk met dat hout wil ik een soort van farm gaan maken. Of een soort van plek maken waar pigs kunnen staan. En varkens, dat is hetzelfde. Pigs en chickens. Want dan kunnen we namelijk. Hebben we vlees, dat vind ik wel heel erg nice. We hebben trouwens maar één pig spawner, dus we moeten nog eentje vinden. Want het is nu ook zo dat, hoe heet dat? Pigs spawnen niet meer op gras. Nee. Dat is weggehaald een paar updates geleden. Okay, in principe, chickens kunnen we in ieder geval breeden. Ja, klopt. Chickens kunnen we breeden, maar we hebben geen weed. Chickens doen dat met zaad. Hè? Huh? Chickens doen dat met zaad. Echt? Ja. Okay. Ik heb niet Potatoes. Oké, Ik zal een zapling plaatsen. Ik zag dat water niet. Godverdomme. Nee, je moet ook dan naar beneden. Je moet die onderstaan om de dirt op te vangen. Ik schrok me weer. Je moet even. Heb je een cobblestone of zo? Om even. Nee, dat ik zal het wel verpakken. We moeten even. Oh, wacht, blijf maar daar. Ga maar naar beneden. Ik gooi het wel naar beneden.
Ook hier. Hier, zo, komt die. Ja! Waarom valt het zo snel door het water heen? What the fuck? Ik dacht dat gaat gewoon net zo langzaam. Of ik vang het op, maar nee. Ik heb er nu maar. Daar ligt de rest. Ligt achter je. 20. Zo, daar ligt de. Zeg maar daar. Yep. Waar je nu bij. Je hebt het nu in je handen. Ja, nee, ik heb het nu. Maar jij gooide er 20? Ja? Ik zag ze allemaal voor mijn neus door het water heen. Nee, nou ja, goed, maar niet. Hier, even de dirt op gaan vangen. Zeg maar. Dan moeten we het even opvullen met iets. Ik zal het even. Waarom zou ik het opvullen? Wat is handig? Wat is wijsheid? Ik kan die stone wel gebruiken. Ja, stone is beter. Ja, kan je het opvangen? Komt ie. Is nee, één. Ja, wacht even. Wel. Is twee. Is drie. Is vier. Is een vijf. Nice. Ik heb er vier. Ja, ik heb vijf. Ik heb de vijfde, zeg maar. Oh, kijk, ik dacht al. Ik ging het opvullen. Zo. En wat we kunnen doen, we moeten even een bucket maken. Want dan kunnen we een cobblestone generator maken. Ja, oh, dat was. Dat zijn we gewoon vergeten, zeg maar. Nee. Dus. Heb ik. We hebben nog maar één iron ingot. Ik weet dat we gewoon hier. Heb jij nog een pickaxe dan? Nee. Oké, dan moeten we het dus maken van cobblestone. Stone. Ja, maar dat kan gelukkig wel. Ja, we hebben niet zo heel veel resources, dus dat is een beetje vervelend. Oké. Moltark, please. Ik ben aan het exploren, ik had niks bij me, gelukkig. Oh, dit is niet de bedoeling. Ik moet even die en zo, sticks, en dan... Zo. Zo. Dan heb ik 24 fans. En dan zit ik even te bedenken, zullen we gewoon dat fans hier omheen maken, zeg maar, om dit gras? Ja, want dan verspillen we zo weinig mogelijk gras. We hebben wel meer fans nodig. Wat heb je de omtrek nodig? Ja. Ah joh, who cares? Oh, sorry hoor. Fuck. Maar goed. Zo. Even kijken, hoeveel heb ik... Tel even hoeveel ik nodig heb. Ja, wacht even. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Red ik, want ik heb er 24. Oké. Ik zit nu echt even te kijken wat ik kan doen, want ik kan eigenlijk nu... Want jij bent daar. Ja, je moet even wat gaan exploren, denk ik maar. Of zo. Ja. Oh, fuck. Ik was even vergeten dat we hiervoor... Oh, wacht. Dat kan ik gewoon zo doen. Dat doe ik al zo... Zo. Ik zie chests. Zo. Heb je alle chests weggehaald die jij hebt geloot? Nee. Dat weet ik nog, want dat heb ik vorige keer heb ik dat... I fucked it up. Oké, nou laat maar, ik ben er nou toch al... I fucked it up last time. Remember? Ja. Dan ben ik dacht... Dit had of zo. Heb ik die ergens nog? Yes, die heb ik nog. Hartstikke leuk, hartstikke fantastisch. Doe ik dit zo. Ik wil het wel leuk uit laten zien namelijk. Moet er wel cool uit zijn, denk ik. Maar... Oh, echt wel. Ho. Zeg, als je een trapdoor maakt, kan die dan, zeg maar... Of kan dat niet? Nee, dat kan gewoon, denk ik. Ja, jij hebt geen idee wat ik wil doen. Nee. Even kijken hoor. Oeh, ik zie een duim. Zo. So.